De opbouw van het programma. Ik ga daar zo dadelijk als ik echt het inhoudelijk ga bespreken uitvoerig op in. Maar toch, de komende paar colleges kun je als volgt een beetje in je hoofd zetten. Eerst komen er ongeveer 7 colleges die gaan over meer structuralistische theorieën. Dan behandel ik het structureel functionalisme van Parsons en de functionalistische theorie van Robert Merton. Dat zijn theorieën die heel erg gaan over de structuur van de sociale verschijnselen die we tegenover ons aantreffen. En daarna komen er een aantal colleges en die gaan over een heel ander soort theorieën. Theorieën waarvan de ontwerpers zeggen, het is maar de vraag of er zo'n sociale structuur bestaat. Uiteindelijk zijn samenlevingen toch vooral het product van betekenis toekennende mensen. Wij scheppen, wij construeren de samenleving van dag tot dag door zin te geven, door betekenis te geven aan de dingen die om ons heen gebeuren. En die auteurs die dat constructieve element, dat creatieve vormende element het meest benadrukken, die noemen we constructivisme, constructivisten. En ik heb daar een paar namen bij gezet van auteurs die in die colleges voorbij zullen komen. Namen die ik niet voor niks hier heb uitgekozen, want direct als ik echt college ga geven, dan zal ik ook nog weer bij deze auteurs terechtkomen. En dan helemaal aan het eind van het programma, intussen is Sinterklaas al in het land, komen er nog 2 colleges over auteurs die wij zien als bruggenbouwers tussen dat structuralisme en dat constructivisme. Eigenlijk is de stelling van het hele programma ST2A en ST2B. Er zijn 2 grote benaderingen in de geschiedenis van de sociologie, in het sociologisch denken. En de moderne theorieën, de theorieën van sinds de jaren 70, hebben heel vaak tot doel om die tweespalt, om die dichotomie tussen dat structuralisme en dat constructivisme te boven te komen. Dan zouden jullie kunnen zeggen, als dat je uitgangspunt is, dan is de aandacht wel wat ongelijk verdeeld, want je doet alleen maar 2 auteurs aan het einde. Maar dat is niet waar, want in het tweede semester, in ST2B, in het programma dat we in het voorjaar geven, wordt uitgebreid ingegaan op allerlei theorieën waarvan we dan steeds proberen aan te geven. Hierin zie je hoe de auteur elementen uit dat structuralisme en elementen uit dat constructivisme met elkaar probeert te verenigen. Dat zit achter het programma van Norbert Elias. Dat zit achter het project van Pierre Bourdieu. Dus die gedachte van er zijn 2 belangrijke hoofdrichtingen, maar tegenwoordig zoeken theoretici naar een soort mengvorm daartussen, overbrugging van de klassieke tegenstellingen. Die gedachte ligt ten grondslag aan het hele programma over het hele jaar. Dat is ons perspectief, van daaruit werken we. En vandaar dat ik dit programma, dit college ook constructivisme en structuralisme heb genoemd. Want dat is die grote tegenstelling, die moet je goed snappen. Dan vallen later een heleboel dingen op hun plaats. Als er 1 probleem niet aan de orde is wanneer wij het hebben over sociologische theorie, dan is het dat we een beetje een gebrek hebben aan leuke, interessante, intrigerende, onderzoekbare, falsificeerbare theorieën. Als er nou 1 probleem niet is, dan is het dat wel. Wat we hebben is een overvloed, een enorme keuze aan mooie, helder in elkaar gezette, empirisch getoetste, intrigerende sociologische theorieën. En een heleboel daarvan zul je het komende jaar tegenkomen. En je zult aan mijn gezicht ook wel zien, zo nu en dan sta ik echt heel enthousiast theorie te vertellen van dit is zo'n mooie theorie, deze zit zo leuk in elkaar, dit is zo slim bedacht, moet je toch eens kijken. En die feitjes die kloppen ermee. En daar zou die nog beter getest kunnen worden. Het ontbreekt ons waarachtig niet aan mooie theorieën. En toch hebben we een heel groot probleem. En dat is de sociologie, de sociale wetenschappen zijn in de 20e eeuw zo gegroeid en ook uit elkaar gegroeid, dat die theorieën steeds minder eenheid vormen. We hebben een soort overvloed aan theorieën waar we niet goed de weg meer in weten. En wat je dan krijgt als het aanbod overdadig is, dan krijg je bijvoorbeeld schoolvorming. Dan sommige mensen die, dat wordt wel genoemd reductie van complexiteit, die kunnen die veelheid niet aan. En dat is geen wonder. Als je alleen al die tabelletjes ziet van hoeveel er de laatste jaren verschijnt op sociaal-wetenschappelijk gebied, vergeleken met
50 jaar geleden, 80 jaar geleden. De schrik slaat je om het hart. En wil je die complexiteit reduceren, dan is er een hele makkelijke oplossing. Je zegt, ik hoor bij de school van Bourdieu. En volgens mij zijn al die andere theorieën grote nonsens. En ik ga mijn tijd niet verspillen met me daar nog in te verdiepen. Dat is een hele goede oplossing. Dan ben je van het gedoe af. Dan word je een Bourdieu-specialist. En wat we zien in de sociale wetenschappen is inderdaad een verschijnsel dat toch op gespannen voet staat met het ethos van de wetenschap. Namelijk schoolvorming, stromingenvorming, een soort afscheiding. Je bent een aanhanger van deze theoreticus of van die theoreticus. Je noemt jezelf een symbolisch interactionist of je zegt nee hoor, ik ben juist een aanhanger van de rational choice theorie. En daarmee heb je jezelf in het veld gepositioneerd en hoef je niet meer zoveel over al die andere dingen na te denken. Maar veel sociale wetenschappers vinden dat de dood in de pot. Die vinden dat een heel gevaarlijke ontwikkeling. Dat we als het ware ons gaan opsluiten in een kleine theoretische enclave. Je zou het, als je kwaadwillig bent, ook een secte kunnen noemen. En dat we niet meer over de grenzen heen kijken. Dat is nou een van de problemen waar de sociale wetenschappen op dit moment mee geconfronteerd worden. En daarbij is een speciaal probleem dat sommige van de theorieën die we heel intrigerend vinden en de moeite waard, dat die heel slecht met elkaar te verbinden zijn. Een woord wat daar wel voor wordt gebruikt, wat uit de wiskunde komt, is ze zijn incommensurabel. Het woord wat je ook veel op de televisie tegenwoordig hoort is vertaalslag. We moeten een vertaalslag maken. Het lukt je niet goed om de vertaalslag te maken van Habermas naar Bourdieu. En soms proberen mensen dat, maar het gaat niet lekker. Je voelt, je bent aan het wringen aan al die theorieën. Dus we zitten met een aantal interessante theorieën met veel verklarende kracht, waarvan we niet goed zien hoe die zich tot elkaar verhouden. En die allemaal hun aanhangers hebben, die in de vaktijdschriften elkaar soms behoorlijk hard aanpakken. We zitten met een nogal gefragmenteerd veld. Voordat je nu allemaal denkt van, oh jee, wat voor vak ben ik nou in vredesnaam gaan studeren? Dit geldt ook voor de antropologie, dit geldt ook voor de psychologie, dit geldt ook voor het vak economie, al zijn die economen wat handiger in het binnenhouden van de vuile was dan antropologen of sociologen. Ja, zelfs de directeur van een museum voor moderne kunst heeft te maken met het probleem dat ook in zijn vakgebied allerlei stromingen naast elkaar bestaan en dat het heel moeilijk is om uit te maken, dit is het meest veelbelovende en die, daar moesten we maar even niet meer zoveel aan doen, want die heeft zijn beste tijd gehad. We leven sowieso in een samenleving, in een hoogmoderne, sommigen zeggen postmoderne samenleving, die zich karakteriseert door een veelheid van aanbod, door fragmentatie en door de oplossing die veel mensen dan kiezen, scholen, stromingen. Nou, wij gaan proberen om jullie toch wegwijs te maken in al die richtingen en scholen en stromingen. En de eerste stap die we daarin zetten, om je wat aanknopingspunten te bieden, dat is dat we zeggen, je kan al die benaderingen, al die richtingen, kan je eigenlijk verdelen in drie grote aanpakken. En die namen heb ik net al genoemd. Ten eerste de structuralisten. Ten tweede de constructivisten. En ten derde de bruggenbouwers tussen het structuralisme en het constructivisme. En dan kun je een soort eerste indeling maken in het veld. Als je straks mijn slides gaat bekijken, mijn powerpoints, als je ze nog eens even opklikt op Blackboard, dan zul je zien dat de allerlaatste, nummer 24, daar zeg ik, dat zou ik nu ook kunnen laten zien, maar dan moet ik helemaal doorklikken. Daar zeg ik, er zijn natuurlijk ook allemaal andere onderscheiden te maken. Ik kan ook zeggen, hier hebben we de microtheorieën en daar hebben we de macrotheorieën. Hier hebben we theorieën die heel inductivistisch in elkaar zitten en daar hebben we theorieën die heel deductivistisch in elkaar zitten. Op pagina 11 in tabel 1-1 geven Wollens en Wolff een overzicht van mogelijke criteria om theorieën in te delen en met elkaar te kruisen en 2x2 tabelletjes te maken. Je zou kunnen zeggen, er zijn theorieën die draaien heel erg om sociale veranderingen. En er zijn aan de andere kant theorieën die zijn heel erg statisch. Je kan op allerlei manieren het veld van de theorieën indelen. Maar in ST2A, ST2B kiezen wij dus voor een indeling waar Wollens en Wolff zelf niet zo heel vaak heel nadrukkelijk over spreken. Maar die wel ook bij hun erachter zit. En dat is dat onderscheid structuralisme, constructivisme, bruggenbouwers. Wat bedoelen we met structuralisme en constructivisme?
Daar is een heel makkelijk antwoord op te geven. En je kan het jezelf ook heel moeilijk maken. Het makkelijke antwoord luidt: structuralisten, dat zijn mensen die zeggen, er bestaat een sociale werkelijkheid buiten ons, die is er echt, objectief, concreet, onmiskenbaar, onverzettelijk, onweerlegbaar. En die sociale werkelijkheid, die kunnen we onderzoeken. Er zijn sociale feiten en wij sociologen maken studie van de wereld van de sociale feiten, punt uit. Als ik het zo zeg, dan zijn er waarschijnlijk een heleboel mensen in de zaal die denken, ja, hoe kan je er anders over denken? Dat is natuurlijk wat je doet in de sociale wetenschap. Er is een object van studie, dat is er, dat ligt ergens. En dat moeten wij nou maar in kaart gaan brengen. Dan moeten we theorieën over verzinnen en ontdekken dat daar interessante structuren in zitten. En dan gaan we daar geleerde stukjes over schrijven. Er is een sociale wereld en wij bestuderen de sociale wereld. En die wereld die heeft eigensoortige eigenschappen. En dat noemen we dan structuur. En dus proberen wij die structuren in kaart te brengen. De structuren van de sociale werkelijkheid. Wie dat vindt is een structuralist. De andere visie, verrassender, een beetje wonderlijker, zegt, die zogenaamde keiharde sociale werkelijkheid is helemaal niet zo keihard. Die is niet zo concreet, die is niet zo objectief. Die is uiteindelijk het product van onze betekenistoekenningen. Wij geven de wereld zin. Wij, samenlevende mensen, ordenen de sociale werkelijkheid op een bepaalde manier. En in dat proces van betekenistoekenning scheppen we die sociale wereld. Maar als je er goed naar kijkt, zie je, het is altijd een constructie van samenlevende mensen. De uitkomst van onderhandelingen over de vraag, wat is hier eigenlijk het geval? Het simpele onderscheid is dus, aan de ene kant heb je theorieën die uitgaan van het beginsel, de sociale werkelijkheid bestaat echt, die is er echt, los van ons. En de andere visie die zegt, de sociale werkelijkheid bestaat niet echt, is een constructie, is door subjectieve bewustzijnen in elkaar gezet. En dat moeten we ook elke dag opnieuw weer doen. Als we er allemaal mee op zouden houden, dan zou die sociale werkelijkheid ook eigenlijk in elkaar storten. En degene die dat zeggen, die noemen wij constructivisten. Tot hiertoe is het verhaal eenvoudig en overzichtelijk. Je voelt natuurlijk wel aan, er zitten allemaal hele ingewikkelde dingen achter en onder. Maar als je dit snapt, dan heb je toch wel de hoofdlijn begrepen. Maar, je kan het ook moeilijk uitleggen. En dat ga ik nu even doen. Ik ga het nu even moeilijk maken. Je kan zeggen, deze twee benaderingen, dat structuralisme en dat constructivisme, die tref je niet alleen aan in de sociologie, maar die tref je ook aan in de politicologie, ook in de antropologie, ook in de geschiedenis. Je vindt het eigenlijk terug in alle menswetenschappen. En het zijn eigenlijk reflecties van een hele diepe tegenstelling in de filosofie, in de kennisleer, in hoe mensen de wereld om zich heen waarnemen. En die posities van de wereld bestaat, en die is er echt, en daar kunnen we de structuur van onderkennen. En die andere positie die zegt, de wereld is eigenlijk een projectie van onze, de betekenissen die we toekennen, de zingeving die we aan de wereld geven. Dat is ook een hele oude filosofische gedachte. Sommige mensen die teruggaan tot de klassieke filosofie, die halen Plato erbij. Maar het is gebruikelijker om te zeggen, in de 17e en de 18e eeuw zie je dat langzaam maar zeker er in de filosofie een tegenstelling begint te ontstaan, niet over de vraag, bestaat de sociale werkelijkheid, die hadden ze toen nog niet zo goed onderscheiden, maar over de nog eigenlijk veel beklemmender klinkende vraag, is er wel een werkelijkheid, tout court? Is er eigenlijk wel een echte werkelijkheid? Bestaat er wel buiten ons een wereld die wij waarnemen, of is dat eigenlijk allemaal maar een soort projectie van ons bewustzijn? Als ik dat er allemaal bij ga halen, wordt het ingewikkeld en dat ga ik toch lekker even doen. Aan de ene kant heb je de leer die wel wordt genoemd het idealisme. En die idealistische leer zegt, de ideeën van mensen over de wereld, dat is waar alles om draait. En of er ook nog een echte wereld buiten de ideeën van mensen over de wereld is, daar spreken we ons niet over uit. Misschien is er wel helemaal geen echte werkelijkheid. Misschien is het enige waarvan wij zeker zijn onze gewaarwordingen van de werkelijkheid, onze zintuigelijke ervaringen met de werkelijkheid en vervolgens de betekenissen die we daaraan toekennen.
ook in sociale verbanden, in interactie met elkaar. Het nadenken over wat ons zintuigelijk overkomt. En het vormen van beelden op basis daarvan, waarmee we het met elkaar eens kunnen worden. En dat is dan de wereld zoals we die ons denken. Dat is de collectieve droom waarin we leven. En aan de andere kant een opvatting die wel wordt genoemd materialisme. En waar men zegt, dit is toch eigenlijk buitennissig gespeculeer van een beetje vakidiote filosofen. De werkelijkheid is er natuurlijk. Kijk nou toch eens om je heen, zegt, er is toch een echte wereld. Een harde materiële werkelijkheid van tafels en stoelen en huizen en straten met auto's erin. Hou op met je vreemde idealistische gefantaseer. De idealistische filosofie is misschien een mooie kunstvorm. Jorge Luis Borges kan er prachtige verhalen over schrijven, maar laten we in de wetenschap het een beetje simpel houden. Natuurlijk is er een wereld en het is interessant om die te onderzoeken. Nou, die twee filosofische posities, daarover wil ik een paar opmerkingen zeggen. Een paar dingen zeggen, een paar opmerkingen maken. En dat doe ik, zie ik nu, want ik ben al door de tijd heen geschoten, na de pauze om 2:05. Ik wil eigenlijk even nog iets zeggen over waarom ik zo raar ben dat ik ineens die filosofen erbij haal. Want je zou kunnen zeggen, je kan het toch ook wel zonder die filosofen uitleggen. En daar heb ik eigenlijk toch even over nagedacht. Waarom doe ik dat nou eigenlijk? En ik heb er een hele goede reden voor. En ik heb er eigenlijk ook een hele beroerde reden voor. En ik zal ze jullie allebei even noemen. De goede reden is, we gaan jullie een jaar lang aan je kop zeuren met structuralisten aan de ene kant en constructivisten aan de andere kant. En bruggenbouwers tussen structuralisme en constructivisten. Tot je in mei 2009 zegt, dat verhaal van die structuralisten en die constructivisten, dat komt me zo langzamerhand een beetje de neus uit. En dit is het eerste college in een cyclus van 30 waarin we dit als een soort hoeksteen van ons betoog gebruiken. En dan denk ik, nou, als je het er nou voor de eerste keer over hebt, dan vind ik toch eigenlijk dat je wel even hoort te vertellen aan je studenten, deze tegenstelling van, er bestaat een sociale werkelijkheid, nee, dat kan je zo toch niet zeggen, die tegenstelling is eigenlijk verankerd in een veel dieper debat wat plaatsvindt in de filosofie, dat al teruggaat naar de klassieke filosofie, en waar, zoals iemand in de pauze net tegen mij zei, ook in de natuurkunde, ook in de kwantummechanica, enorm over wordt gesproken. Het zou niet goed zijn om niet meteen in het eerste college te zeggen, realiseer je wel even, er zit nogal wat achter hoor. We houden het verder vrij simpel dit jaar. We zeggen, kijk, deze theoreticus zegt, hier heb je de sociale werkelijkheid, zo onderzoeken we hem. Die theoreticus zegt, nou, dat is toch, dat kan je zo toch niet zeggen. Het zijn toch allemaal maar constructies van vaardige leden van de samenleving. Maar als je daar nou mee begint, moet je toch even iets laten zien van die filosofische antecedenten. Ik moet zeggen, vind ik een goed argument. Maar ik heb ook nog een tweede argument, dat vind ik eigenlijk helemaal geen goed argument. Ik sta vandaag voor het eerst van mijn leven in een kerkcollege te geven. En sommige mensen hier weten dat. Ik zie onze cameraman Pepijn al lachen. Ik vind het zo leuk. Ik heb de hele zomer tegen iedereen gezegd, jongens, over een poosje sta ik onder het orgel, onder de kansel. En dan mag ik in het huis van God, mag ik mijn sociologische theorieën tentoonspreiden. En dat vond ik zo enig. Een beetje een wammes waggelwoord, maar dat vond ik zo leuk dat ik dacht, van dan begin ik met een bisschop. Hoewel het geen Anglicaanse kerk is en ook geen katholieke kerk, ik moet beginnen met een bisschop, dat kan niet anders. En vandaar dat je al die tijd hebt moeten aankijken tegen het gezicht van bisschop George Berkeley en zijn tegenstrever Dr. Samuel Johnson, waarvan je zo dadelijk zult zien dat hij zijn argumenten tegen bisschop Berkeley etaleerde staande voor de kerk. Dat komt voor in het citaat wat je zo dadelijk te zien krijgt. En ik vind die tegenstelling tussen aan de ene kant bisschop Berkeley, van wie vaak wordt gezegd hij is eigenlijk de grondlegger van het idealisme, en aan de andere kant Samuel Johnson, die op een wel buitengewoon krachtige manier blijk gaf van een materialist te zijn. Ik vond die tegenstelling toch wel heel leuk om het college mee te openen. Om te zeggen, dat zijn de twee extreme posities en die blijven doorwerken in ons denken. En ook in de sociale wetenschappen hebben we daar nog altijd, horen we daar nog de echo's van. Bisschop Berkeley was een Anglicaanse bisschop die leefde van 1685 tot 1753.
die een aantal beroemde boeken heeft geschreven. Het beroemdste is dat eerste wat je hier ziet staan, A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge. Ik heb het niet helemaal netjes gedaan. Je hoort eigenlijk alle zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden in Engelse titel met van hoofdletters te voorzien. Dus Treatise en Principles en Human en Knowledge, dat moet eigenlijk met hoofdletters geschreven worden. 1710. En deze radicale filosofische denker had als motto esse est percipi, zijn is waargenomen worden. Het enige waar we zeker van kunnen zijn, dat is dat dingen waargenomen worden, maar of die dingen buiten die waarneming ook enig zelfstandig bestaan hebben, dat waag ik, bisschop Berkeley, zeer te betwijfelen. Misschien is er wel helemaal geen werkelijkheid buiten onze waarneming. Een schokkende, verbijsterende gedachte. Ik sta hier achter een lessenaartje. Dit is het lessenaartje waar elke filosoof het altijd over heeft. Dus het gaat over het idealisme van Berkeley. Dit is een lessenaartje en we weten het allemaal zeker, want jullie kijken naar mij en dan zie je hier dit dingetje staan. Dat heb je toch, zie je toch duidelijk staan met je ogen. En ik heb nog meer bronnen van informatie. Ik kan erop tikken en dan hoor ik het ook. En ik kan het beet pakken en dan voel ik het ook. En het is stevig en ik hoop dat ik er niet doorheen zak als ik een paar keer dit doe. Dit is werkelijk. En wat die Berkeley nu zegt, dat is een afschuwelijke ondermijning van dit gevoel van realiteit. Die zegt, alles wat werkelijk is, is wat je ogen je vertellen dat je ziet. Wat je tastzin je vertelt dat je voelt. Wat je oren je vertellen wat je hoort. Alles waarover je kunt oordelen zijn je waarnemingen. En over dit lessenaartje als ding aan zich, over het werkelijke object, weten we helemaal niks. Ik kan iedereen in deze zaal vragen van zie je die dingetjes staan? En dan zullen toch een heleboel mensen, mag ik aannemen, zeggen. Ja, soms hebben we een blinde student in de zaal, die zou ik niet willen beledigen door dit te zeggen. Maar het kan dus zijn dat iemand zegt nee, ik zie het niet. Maar de meeste mensen zeggen ja, ik zie het. En mensen zeggen ik kan het aanpakken. En nou ja, en je moet ook niet zo raar doen. Natuurlijk is dat ding er. Maar alles waar je een oordeel over kunt hebben, is hetgeen je waarneemt. En of daarachter een werkelijke waarheid bestaat, of er echte objecten zijn, los van onze waarnemingen van die objecten, dat is een onbeantwoorde vraag. En soms ging bisschop Berkeley zelfs een beetje verder, en die wilde ook nog wel eens zeggen, ik denk eigenlijk dat er helemaal niks is buiten onze waarneming. En dan heb je een heel extreme vorm van idealisme. Het enige wat reëel is, zijn onze ideeën over de wereld. En de echte wereld waarvan dat ideeën zijn, daar kunnen wij geen uitspraak over doen. En misschien bestaat die ook wel helemaal niet. Hiermee vergeleken is de film The Matrix kinderspel. Want de film The Matrix die vertelt je dat alles wat je waarneemt, de hele werkelijkheid waar je nu in zit, deze collegezaal en mij daarvoor, is één grote fictie. He, dat wordt je allemaal verteld door een beetje enge beesten die ons als batterijen gebruiken, zoals je weet. Maar achter die werkelijkheid, als je, ik geloof dat je de rode pil moest slikken, was het niet zo? En dan kom je in de echte werkelijkheid. Dus bij de Matrix, eigenlijk is de Matrix een beetje slappe hap. Want de werkelijkheid is wel niet echt, maar daarachter is de echte werkelijkheid. En die is hartstikke echt. Dan ga je met een leuke onderzeeër of zo, scheur je langs allemaal enge monsters. En die zijn zo werkelijk als wat. Dus die eerst gooien ze je in een pool van twijfel. En dan zeggen ze van het valt wel weer mee. Er is wel degelijk een echte werkelijkheid. Bisschop Berkeley die slaat alle zekerheid onder je voeten uit. Er blijft niks over. Maar hij zei daar nog iets heel leuks over. En daarom vind ik het ook geweldig om dat nu hier staande onder de kansel, onder het kerkorgel te mogen vertellen. Hij zei, wij hebben allemaal toch de overtuiging dat objecten ook aanwezig zijn wanneer we niet naar ze kijken en niet op ze hameren en niet aan ze denken. Ze hebben toch ook, iedereen heeft een soort intuïtief gevoel, een boom bestaat toch ook wanneer die niet voortdurend wordt waargenomen. En misschien is dat ook wel zo. Maar in dat geval is het raadsel maar op één manier op te lossen. Dan is er dus een wezen in wiens bewustzijn die boom altijd aanwezig is. Er is een soort zich buiten tijd en plaats bevindend bewustzijn, waarbinnen alles permanent wordt waargenomen.
En iedereen voelt wel aan, dat moet ook eigenlijk zo zijn. Want anders dan zouden dingen ophouden te bestaan op het moment dat je verzuimt om er naar te kijken of er naar te luisteren of op te kloppen. Ergo, God bestaat. Dit is een godsbewijs en ik vond het mooi om dat vandaag op deze plek te mogen uitspreken. Berkeley's idealisme riep heel veel weerstand op. En de beroemdste tegenwerping tegen Berkeley, al is hij dan vrij ordinair, is uitgesproken door deze tamelijk angstaanjagend uitziende meneer. Van wie de geschriften bovendien vermelden dat hij leed aan het syndroom van Tourette. Dus het was niet altijd even gezellig om hem tegen te komen en zijn uitbarstingen te moeten aanhoren. Maar het was ook een enorm enthousiaste man en een vrolijke man en een super slimme man. Een van de allerknapste mensen die leefde in 18e eeuws Engeland. En het grappige is dat hij vooral beroemd is geworden doordat iemand een biografie over zijn leven heeft geschreven. James Boswell, The Life of Samuel Johnson, 1791. En die biografie, dat is voor biografieënschrijvers, is dat de absolute biografie. Dat is zo'n geweldig boek. Die Dr. Samuel Johnson, die komt daarin zo levend naar voren. En in die biografie die Boswell heeft geschreven over het leven van Samuel Johnson, staat een heel beroemd stukje waarin Boswell aan Johnson de theorie van Berkeley voorlegt en hem vraagt, wat denk jij daar nou over? Want, zegt Boswell tegen Berkeley, terwijl ze staan voor de kerk, het is zondagmorgen, de dienst is geweest, ze lopen naar buiten, ze staan voor het kerkgebouw en Boswell zegt tegen Johnson, wat denk jij, of ze staan met een paar vrienden en zegt, wat denk jij nou van die rare theorie van bisschop Berkeley die beweert dat niets werkelijk is? Dat er eigenlijk geen materiële werkelijkheid bestaat. Een theorie, zegt Boswell, die, waarvan we allemaal natuurlijk aanvoelen, dat kan niet waar zijn. En tegelijkertijd is het eigenlijk onmogelijk om hem te weerleggen. Dat is een hele mooie formulering ook. Je voelt aan, zo kan het niet zijn. En tegelijkertijd voel je ook dat het onmogelijk is om die theorie te weerleggen. En toen raakte Johnson in een soort grote boosheid, of hij deed alsof hij boos was, en hij schopte heel hard tegen een steen en hij sprak de woorden, I refute it thus. Dat is hier de laatste zin onder dit citaat, waar trouwens ten onrechte 1719 staat, dat is verkeerd, nog net ontdekt, moet 1791 zijn. Hij schopte heel hard tegen een steen aan tot zijn grote teen er pijn van deed en hij zei, dit is gewoon materie. En hou op met al deze wonderlijke, sofistische speculaties waar een normaal mens geen geduld voor heeft. En eigenlijk vind ik, dat is een heel beroemd citaat, dus wat ik nu net heb staan vertellen, dat zie je hier. Ik wil het nog wel even voorlezen. After we came out of the church, we stood talking for some time together of Bishop Berkeley's ingenious sophistry to prove the non-existence of matter. And that everything in the universe is merely ideal. I, dat is dus Boswell, de schrijver van het leven van Johnson, observed that though we are satisfied his doctrine is not true, it is impossible to refute it. Het is onmogelijk om die theorie te weerleggen, ook al voel je dat die niet waar kan zijn. I never shall forget the alacrity, het enthousiasme, with which Johnson answered, striking his foot with mighty force against a large stone, till he rebounded from it. I refute it thus. Dit is mijn antwoord op Berkeley. Natuurlijk bestaat er een echte werkelijkheid buiten ons. Hoe kan je zo losgezongen van de wereld zijn om dat te ontkennen? Boswell. Nee, ik zeg het verkeerd. Berkeley tegenover Johnson. Het schijnt zo te zijn dat Johnson zichzelf nooit een materialist heeft genoemd. Dat Berkeley zichzelf nooit een idealist heeft genoemd. Dat het in de 20e eeuw vooral de aanhangers van Karl Marx waren die hun theorie materialisme noemden en de theorie van Hegel idealisme en die toen die tegenstelling idealisme-materialisme hebben geschapen. En die zijn toen ook naar voorlopers gaan zoeken. Die hebben toen gezegd van Hegel was niet de eerste idealist. De eerste idealist was eigenlijk Berkeley. Je zou, als je nou een geleerde professor in de filosofie bent, enorm veel verhalen kunnen gaan houden nu over de positie van
Hume en de positie van Schopenhauer en de positie van Leibniz. En waar alle filosofiedocenten altijd helemaal mee weglopen. Dat is de uiterst subtiele en prachtige oplossingen van de grote Immanuel Kant. Dat doe ik allemaal niet. Het is wel een prachtig onderwerp. Het is heel leuk om je eens een poosje in te verdiepen. Maar dit hoort niet bij de sociologie. Als je dit wil weten, had je maar filosofie moeten gaan studeren. Pech gehad. Maar deze tegenstelling hang ik nu wel helemaal op aan Berkeley, de grondlegger van het idealisme. Wat in uiterste instantie betekent, er is geen werkelijkheid. Behalve de dromen die wij dromen en die we met elkaar vergelijken. En aan de andere kant de positie van Johnson, die zegt, hoe kun je zo stom zijn? Natuurlijk is er een werkelijkheid. Heb je geen ogen in je hoofd dan? En die eigenlijk heel kort door de bocht en eigenlijk op een beetje vulgaire manier. Je zou ook kunnen zeggen, hij ziet niet hoe ingewikkeld het idealisme eigenlijk is. Hij probeert het, als het met het zwaard van Damocles, probeert hij gewoon de knoop door midden te hakken. Dat is niet het zwaard van Damocles, dat is het zwaard van Alexander. Daarmee hak je de Gordiaanse knoop door midden. Sorry, twee mythes door elkaar geflikkerd. Maar goed, hij denkt dus dat hij door één machtige schop tegen een trap, tegen een keisteen te geven, dat hij het probleem kan oplossen. Daarvoor is het eigenlijk de filosofische kwestie toch eigenlijk wel veel te ingewikkeld. Maar ik wilde deze twee grote Engelse denkers in dit kerkgebouw even voor jullie toveren om te laten zien. Dit is die diepe tegenstelling in het denken van mensen over de wereld die ook doorsijpelt in de sociale wetenschappen. En waarmee wij te maken krijgen als we het hebben over structuralisme versus constructivisme. En daar ga ik het nu verder de rest van het college over hebben. Ik heb eigenlijk in wat ik tot nu toe heb gezegd die twee posities al redelijk aangegeven. De structuralistische positie, zoals je die bijvoorbeeld tegenkomt in de jaren 50 sociologie, de sociologie die toen gangbaar was. De Amerikaanse sociologie, die wordt vaak ook structuralisme genoemd of structureel functionalisme. Het begrip structuur en het begrip functie liggen dicht bij elkaar. En dat moet ik even in de lucht laten hangen. Daar ga ik volgende week 2 uur lang over staan praten, over dat functionalisme en structuralisme. In dat soort sociologische benadering gaat men uit van een aantal eigenlijk vrij eenvoudige beginselen die ik op deze PowerPoint nog maar eens achter de bullets heb gezet. Ja, er bestaat een echte objectieve sociale werkelijkheid. Die sociale werkelijkheid bestaat los van ons, degene die die werkelijkheid onderzoeken. Onze onderzoeksactiviteiten registreren die werkelijkheid. Ordenen, wij brengen er ordening in aan, we leggen er een raster overheen, we proberen te snappen hoe het in elkaar zit. Maar daarmee beïnvloeden we die werkelijkheid niet. In die werkelijkheid zitten bovendien regelmatigheden, patronen, terugkerende dingen. Je kan dat noemen structuur, het is niet een en al chaos. Als die werkelijkheid wel bestond, maar puur chaos was, puur toeval, puur rommel, dan kon je er als wetenschapper niks mee. Maar dat zeggen de structuralisten dus niet. Die zeggen als je goed kijkt en als je onderzoekjes doet en als je ze herhaalt en door de tijd heen steeds weer herhaalt. Of als je probeert om dingen te bestuderen in een experimentele setting. Dan zul je onvermijdelijk ontdekken, er zijn regelmatigheden te herkennen. Er zijn patronen te herkennen. Er zijn structuren in te herkennen. En bovendien, die structuren zijn toegankelijk voor ons intellect. Want je zou ook nog kunnen zeggen, in mensenogen lijkt het een chaos. Misschien ziet God de ordening, maar voor ons eenvoudige stervelingen is die ordening ontoegankelijk. Maar dat zeggen die structuralisten dus niet. Die zeggen die ordeningen die we na lang zoeken in die sociale werkelijkheid kunnen waarnemen, die lenen zich voor onderzoek. Die zijn toegankelijk voor het menselijk verstand. 4 bullets zie je hier, 4 zwarte puntjes. En volgens mij zijn dat precies de 4 die het structuralisme definiëren. Er is een werkelijkheid. Die werkelijkheid bestaat los van degene die die werkelijkheid onderzoekt. Die werkelijkheid bezit eigen regelmatigheden. En wij, onderzoekers, zijn in staat om die regelmatigheden op het spoor te komen.
Nou, ik heb al gezegd, een moderne structuralist is, dat zijn die Amerikaanse functionalisten uit de school van Talcott Parsons. Onthoud de naam, Parsons, staat op de volgende PowerPoint, tweede bullet, tweede regel, Talcott Parsons. Maar volgende week ga ik over die Parsons veel en veel meer vertellen, dus dat komt terug. Maar er zijn voorlopers en de klassiekste voorloper... De bachelors kennen hem uitgebreid van vorig jaar. De premasters moeten nog een paar weken wachten. Is de Franse socioloog Émile Durkheim, wiens beroemdste boeken verschenen aan het einde van de 19e eeuw, 1895, 1897, en die op zijn naam heeft staan in het boekje De Regels van de Sociologische Methode uit 1895, de beroemde zin: men dient sociale verschijnselen te behandelen als waren het dingen. Il faut considérer les faits sociaux comme des choses. Men dient sociale feiten te behandelen alsof het dingen zijn. In die formulering zit trouwens wel een heel subtiel haakje. Hij zegt dus niet sociale feiten zijn dingen. Hij zegt, je moet ze als dingen beschouwen. Je moet doen alsof het dingen zijn. Waardoor hij heel listig zich eigenlijk niet uitspreekt over die diepe filosofische vraag. Zijn sociale feiten ook werkelijk dingen? Maar Durkheim zegt dus in dat boekje De Regels van de Sociologische Methode. Dat is een vraag voor de filosofie. Daar heeft de grote Kant, die hij zeer bewonderde, hele interessante dingen over geschreven. Daar ga ik nu even niet op in. Maar als een methodologische stelregel voor de socioloog geldt het uitgangspunt. Doe alsof de feiten die je bestudeert dingen zijn. Dingen die je kan meten, wegen, tellen. Nou ja, soms kan het niet echt. Dat herinneren zich de bachelors ongetwijfeld. Dat hij zegt, soms heb je sociale feiten die zijn een beetje zweverig. Die hebben geen materieel bestaan. De normen en de waarden. Maar dan kan je gaan zoeken naar meer materiële dingen die de manifestatie zijn van immateriële sociale feiten. Een norm is moeilijk waar te nemen. Maar je kunt wel de wetten zoals die geformuleerd staan in een wetboek waarnemen. En dan uit die wetboeken, of uit de voorschriften van de politie op straat, of de regels die hier gelden in deze collegezaal. Gij zult niet door de docent heen gaan schreeuwen. Uit die regels kun je dan de impliciete norm afleiden. Dus hij heeft een ingewikkeld betoog. Daar hebben die arme bachelors vorig jaar tentamenvragen over gekregen. Over materiële en immateriële sociale feiten. Maar waar het uiteindelijk op neerkomt is: beschouw de sociale werkelijkheid opgebouwd uit sociale feiten die je moet behandelen als dingen. En hij heeft dan een heel platvloers idee van de natuurwetenschappen. Hij zegt, die doen dat immers ook. Die beschouwen ook hun objecten als dingen. En de sociologie zal pas een echte geaccepteerde universitaire wetenschap worden als we net zo streng en net zo klassiek werken als de natuurkundige of de scheikundige. En die hebben maar één beginsel: behandel de wereld om je heen als een verzameling dingen. Dat is eigenlijk een van de meest klassieke formuleringen van het uitgangspunt van een structuralistische benadering, al in 1895. En in de jaren 50 zie je dat Amerikaanse sociologen zoals deze Parsons, van wie vaak is gezegd dat Durkheim toch misschien wel de grootste invloed op zijn werk is geweest. Hij heeft in Europa gestudeerd, hij raakte heel diep onder de indruk van het werk van Émile Durkheim, dat die Parsons die theorie eigenlijk naar onze huidige tijd heeft gebracht. En hij heeft het dan een beetje uitgewerkt. Hij zegt, samenlevingen zijn inderdaad gestructureerde complexen, maar je zou ze kunnen bestuderen als systemen. Systemen die zelfregulerend zijn. Nou, daar ga ik volgende week uitgebreid op in. Nu de andere positie. Deze positie is toch, vind ik, altijd het makkelijkste uit te leggen. Want iedereen denkt, ja natuurlijk, er is sociale werkelijkheid. Het is een beetje raar om te denken dat die er niet is. Ik studeer niet sociologie om in mijn eerste college te horen, datgene wat je denkt te gaan bestuderen bestaat niet. Dus ik heb het makkelijk. Nu wordt het moeilijk, want nu moet ik het constructivisme uitleggen. En dat is ingewikkelder. De constructivisten, dat staat dus filosofisch een beetje in de buurt van die Berkeley, van dat idealisme. Maar ook weer niet helemaal hoor, dat kan je ook weer over twisten, er zijn wel weer onderscheiden. De constructivisten zeggen, de sociale werkelijkheid is uiteindelijk de uitkomst van processen van betekenistoekenning. En wat ik hier in de formulering die je hier op de PowerPoint ziet staan nogal heb benadrukt, dat is dat die processen van betekenistoekenning altijd sociale processen zijn. Collectieven van mensen proberen, ja,
er wat van te maken, door te gaan, hun leven te leiden. En dat doen ze door met elkaar, in samenhang met elkaar, in interactie met elkaar, bepaalde afspraken te maken over wat is het geval, wat is er aan de hand. Ik heb onderaan deze PowerPoint, ja, heb ik een voorbeeldje gegeven. Wat is hier nu aan de hand? Waar zitten we in vredesnaam in? Wat is dit? Dit, dames en heren, is een academisch hoorcollege. En met z'n allen kennen we die betekenis eraan toe. Jullie, door braaf naar mij te kijken, aantekeningen te maken, een blik te werpen op de PowerPoint. Jullie, het is een kerk, hè? Je zou dus kunnen denken, het is helemaal niet waar, dit is helemaal geen hoorcollege. Ik ben de predikant en direct zeg ik, laten we psalm zoveel gaan zingen. De omgeving lijkt dat toch tamelijk sterk te suggereren. Maar met z'n allen zitten we hier iets te doen. Bijvoorbeeld studenten komen in de pauze wat vragen aan me stellen. De docenten zitten daar, die zeggen, oh, misschien zit jij in mijn werkgroep. Wij hebben dus dit hele kerkgebouw, dat trouwens ook nog wel als kerkgebouw wordt ingezet van tijd tot tijd, hebben we even omgedefinieerd tot, ja, je wordt er dominee van hoor, het is echt vreselijk. Ik merk ook dat het me zo goed bevalt in zo'n kerk. Ik wil, laat roeping, dat wil nog wel eens voorkomen. We hebben dit gebouw omgedefinieerd tot collegezaal. En dat kost nog wel wat moeite. Er zijn echte collegezalen. Je wandelt die zaal binnen, nou, je kan je echt niet vergissen hoor. Dat is echt, alles straalt uit. Hier wordt college gegeven. Voor iets anders is het niet bruikbaar. Deze ruimte ligt er toch een beetje anders. Je moet enige definitorische activiteit ontplooien om een kerk om te toveren tot een collegezaal. Maar zoals ik hier nou sta te praten en zoals jullie oplettend zitten te kijken, en er is een PowerPoint, dat is ook niet erg gebruikelijk in een preek, hoewel, er zijn vast dominees die ook PowerPoints gebruiken. Slagen we er wel in. Dus wat de constructivisten zeggen is, wil een sociaal feit slagen, dan moeten eigenlijk alle betrokkenen dat sociale feit als sociaal feit definiëren. Mensen in samenlevingen moeten dag in dag uit de sociale werkelijkheid construeren. Tezamen en ook voortdurend. Als ze ermee ophouden, dan zakt die sociale werkelijkheid ook eigenlijk in elkaar. Ik ga er nog even over door. Er is wel degelijk een interactie tussen die sociale werkelijkheid aan de ene kant en de betekenisgevende betrokken mensen aan de andere kant. En dit staat dus tegenover die bullet die ik net had bij structuralisme. Daar stond, de sociale werkelijkheid staat los van ons. Wij onderzoeken die werkelijkheid. Wij zijn een soort ontdekkingsreizigers. Afrika bestaat. Dan gaan wij, 19e eeuwse ontdekkingsreizigers, langs de Nijl naar beneden. Dan brengen wij onbekend terrein in kaart. Dat was er al voordat wij er kwamen, maar wij zijn degene die het in kaart gaan brengen. Tussen dat land wat wij verkennen en ons is geen interactie in de zin, we maken dat niet als we daar aankomen. Het lag er al voordat wij er waren. Dat is de structuralistische visie. De constructivistische visie zegt, er is wel een interactie tussen degene die het gebied in kaart brengt en het gebied zelfs. Sterker, het is eigenlijk heel verkeerd om te denken dat je het een reeds bestaand gebied in kaart brengt. Je bent bezig met dat gebied te scheppen. Je construeert de sociale werkelijkheid op het moment dat je bezig bent die sociale werkelijkheid als wetenschapper te onderzoeken. We menen in die werkelijkheid bepaalde structuren waar te nemen, maar die structuren die zijn er door samenlevende mensen in aangebracht. Soms misschien door de onderzoeker zelf, soms ook door de samenlevende leken die zelf al die geledingen hebben aangebracht. Maar het is ondenkbaar dat er een sociale werkelijkheid bestaat los van in netwerken samenlevende, betekenis toekennende mensen. Er komen 3 colleges over het constructivisme, dus ik ga er uitgebreid op in. Maar dit is in wezen de positie. De sociale werkelijkheid is voortdurend het vaardige product van leden van de samenleving. En soms moet je wel even het op het Engels zeggen, who try to make sense. Dat vind ik zo'n mooie uitdrukking. They try to make sense. Ze maken zin. Ze proberen zin toe te kennen aan de chaotische evenementen die ze overkomen. Zoals ik net heb gezegd, dat structuralisme bijvoorbeeld te vinden is in de boeken van
Parsons zeg ik nu dat het constructivisme bijvoorbeeld te vinden is bij een aantal sociologen die zichzelf vaak aanduiden als fenomenologische sociologen. Ze gaan uit van de fenomenen. En door die term sluiten ze ook onmiddellijk aan bij een filosofische school. De eerste naam die je hier ziet, Schutz, is de naam van een beroemde sociologische theoretici in Amerika in de jaren 50, die zijn carrière aanving als een filosoof, die juist over die idealistische filosofie heel diepzinnige dingen schreef. En zijn leerlingen, Berger en Luckman, heb ik hier opgeschreven, die een boekje hebben geschreven wat zo'n prachtige titel heeft, die precies aangeeft waar we het hier over hebben, The Social Construction of Reality. Een van de beroemdste boeken uit de traditie van het constructivisme. Maar dat is al uit de jaren 50 en er zijn ook wel weer iets recentere voorbeelden te noemen. En vorige week zaten de docenten in een kamertje met elkaar te praten en toen zei ik, wie is nou het beste voorbeeld van een echte 100% constructivistische denker? En toen waren we het snel met elkaar eens. Harold Garfinkel, die schrijft over de samenleving als een soort prestatie van de leden van de samenleving. Society as an accomplishment. Dit zijn dus voorbeelden van mensen die ofwel heel erg structuralistisch denken, ofwel heel erg constructivistisch denken. En waar het college heen wil, dat is dat we willen laten zien, tegenwoordig zie je meer en meer sociologen naar voren komen die proberen om tussen deze twee oevers een brug te slaan. Vorig jaar heette dit college nog De Oevers en de Brug. En het ging een beetje over hetzelfde waar ik het nu over heb. Maar volgens mij was het toen toch iets minder helder dan nu. Dat hoop ik althans. In elk geval zeiden ze veel studenten dat ze er toch niet helemaal goed hadden begrepen waar ik het over had. Ik hoop dat jullie dat nu minder zeggen. De oevers en de brug. Wie zijn dan de bruggenbouwers? Nou, aan de ene kant zeg ik, dat zijn toch eigenlijk meer recente theorieën. Jaren 70, 80, 90. Zie je een aantal mensen naar voren komen die bruggen proberen te slaan tussen die benadering van Parsons, die structuralistische benadering enerzijds, en die benadering van Schutz en Berger en Luckman en Garfinkel, die constructivistische benadering anderzijds. Maar, en dan maak ik het weer ingewikkeld, die hedendaagse bruggenbouwers hebben wel een paar voorlopers die je al in de klassieke sociologie aantreft en die ook al een klein beetje bezig waren met zo'n brug te slaan. En nu komt er een PowerPoint die toch meer voor de bachelors dan voor de premasters is. Ik doe nu de bachelors even een pleziertje, omdat ze hun eerstejaarskennis nu kunnen inzetten. Er is een hele beroemde zin van Marx uit het boekje De 18e Brumaire van Louis Bonaparte. Het staat ook op de eerste pagina van dit boekje. Wie het in de boekenkast heeft staan, die kan hem vanavond zo opzoeken. En die zin luidt, mensen maken hun eigen geschiedenis. Wij hebben greep op onze eigen geschiedenis, maar niet onder zelfgekozen omstandigheden. Nee, wij hebben te maken met overgeleverde condities, aangetroffen condities. Ik maak vandaag mijn eigen tekst. Ik spreek hier in deze zaal woorden uit die ik nog nooit eerder heb uitgesproken. En dat is echt waar. Dit hele college over Berkeley en Johnson. Dat is echt de allereerste keer in mijn leven dat ik het erover heb. Ik dacht, ik vind het toch zo eng in die kerk. Dan ga ik ook maar over een eng onderwerp college geven. Ik doe dus wat nieuws. Ik gebruik de Nederlandse taal op een manier zoals ik hem nog niet eerder heb gebruikt. Maar ik gebruik een taal die al bestond toen ik geboren werd. Die ik heb aangetroffen als een overgeleverde omstandigheid waar ik mij maar in te schikken had. Dus wij werken met de dingen die we aantreffen. We komen terecht in een wereld die al er is voordat wij daar handelend in optreden. Maar vervolgens kunnen we er wel allemaal dingen mee doen en kunnen we ook zelf dingen construeren. En nou zijn er dus theoretici en die zeggen deze prachtige zin van Marx, die toch eigenlijk heel plausibel klinkt, waar je niet meteen van denkt van allemachtig, wat een pijloze diepzinnigheid, die is eigenlijk een oplossing voor het probleem waar ik het tot nu toe over heb gehad. Mensen maken hun eigen geschiedenis, maar ze doen dat onder omstandigheden die ze niet zelf gekozen hebben en die ze aantreffen eigenlijk bij hun geboorte in een bepaalde tijd, in een bepaald land en wat voor Marx natuurlijk het belangrijkste is, in een bepaalde maatschappelijke klasse. En er zijn hedendaagse sociologen zoals Anthony Giddens die zeggen dit zinnetje van Marx levert eigenlijk een uitweg uit het verschrikkelijke dilemma structuralisme, constructivisme.
Een andere socioloog die dat op een buitengewoon programmatische manier heeft gedaan, is de socioloog die door velen wordt beschouwd als de grootste van de klassieke sociologen, Max Weber, die in zijn allerberoemdste boek, Wirtschaft und Gesellschaft, in de allereerste zin schrijft: sociologie is een wetenschap die sociaal handelen enerzijds probeert te doorgronden, te duiden, te verstehen, te doorgronden, door het na te voelen, door je in te leven, de betekenissen van de betrokkenen aanvoelen, maar die anderzijds, net als in de natuurwetenschappen, probeert om te komen met causale, koele, gedistanceerde verklaringen. En die openingszin in het boek Wirtschaft und Gesellschaft, Soziologie soll heißen, onder sociologie verstaan wij, een wetenschap die sociaal handelen duidend wil verstaan en oorzakelijk wil verklaren. In die openingszin is ook door veel hedendaagse theoretici een handreiking gezien om te ontsnappen aan het probleem van enerzijds het structuralisme en anderzijds het constructivisme. Dat zijn de grote voorlopers, de aartsvaders, de eerste bruggenbouwers, of eigenlijk degene die ons materiaal hebben gegeven voor het bouwen van de brug. Maar in onze tijd zijn er een heleboel andere auteurs die hier beroemd mee zijn geworden met het proberen deze tegenstelling te boven te komen. Ik zou zo 6 of 7 namen kunnen noemen. Die zullen ook allemaal in het college behandeld worden. Maar van die velen zijn er 2 die aan het einde van deze cyclus uitvoerig aan de orde komen. Van dit eerste semester uitvoerig aan de orde. In het tweede semester krijg je nog veel meer van die bruggenbouwers. Maar in dit semester eindigen we met 2 belangrijke bruggenbouwers. De ene is Jürgen Habermas. Je ziet een zin daarachter staan, maar die ga ik nu toch maar even niet uitleggen, want ik moet nu naar het eind van het college gaan. Maar Jürgen Habermas is typisch iemand die een theorie heeft ontwikkeld die probeert die elementen te verenigen. Die ook zegt het is eigenlijk allebei waar, maar er is een soort spanning tussen die ene kant van de zaak en die andere kant van de zaak. En ik hoop, ik moet hem nog vragen, maar vorig jaar deed hij het en het jaar daarvoor deed hij het, dat over een paar weken op deze plek Alex van Venrooy zal staan, een van Nederlands beste Habermas-experts. En dat hij dan vooral dit, dat ga ik hem ook speciaal vragen, dat hij dit element in het werken van Habermas gaat uitleggen. En de week daarna, dat is dan ook het bijna het laatste college in deze cyclus, zal Tito Bachmeier laten zien hoe je iets dergelijks ook kunt zeggen over de sociologie van Anthony Giddens. Die Giddens waarvan ik net vertelde dat hij in zijn theorie, de zogenaamde structuratietheorie, dat zinnetje van Marx beschouwt als het openzetten van de deur naar een brug, naar een oplossing om die grote tegenstelling te boven te komen. Ik kan toch nog even mijn laatste PowerPoint laten zien. Dat is een beetje een relativering van alles wat ik tot nu toe heb gezegd. Je kunt de sociologische theorieën ook met andere criteria indelen, micro of macro, statisch of dynamisch, deductief of inductief. En er zit dus iets willekeurigs in, maar toch, wij vinden het belangrijk om de nadruk te leggen op de tegenstelling die ik in dit college centraal heb gesteld. Dank je wel voor je aandacht.